Ik vind het een heel stom toneelstukje. Wat gaan we doen, Bram? We gaan naar het ziekenhuis. De jaarlijkse rampoefening. Ik speel de internist. Oh, en ik speel de journalist. Het is wel typecasting dit, hè? Waar is het eigenlijk? Het calamiteitenhospitaal. Het is een noodziekenhuis voor als er ergens een ramp gebeurt. Stel dat er oorlog uitbreekt. Dat alles ontploft. Maar er staat dus een compleet ziekenhuis, inclusief infusen. Alles. Ligt helemaal klaar. Ja, ik geloof dat we zo'n 300 bedden mensen kunnen opnemen. Maar het is een soort Stephen King-achtige situatie. Ja, het is helemaal stil, er is helemaal niemand, zo afgesloten. En bij een ramp dan gaat de deur open en dan bam. Als je bijvoorbeeld gaat bellen, dan hoor je jezelf de andere. Zie je daar de andere telefoon opnemen en je ziet meteen alle reacties. Aan het handen. Wat gaan we doen? Nou, we maken deel uit van de oefening. Maar we mogen met zo'n hesje gewoon ertussen doorlopen. Gaan we even rondlopen. Gaan we even kijken. Het is weer echt een verschrikkelijke ramp dit, hè? Verschrikkelijke ramp. Jongen, jongen. Doden, gewonden. Ja. Maar wij leven nog en daar gaat het om. Nou, op de CT ziet dat je daar inderdaad een afwijking ziet. Ik kom wel naar de CT toe. Dat is bijzonder. Dat is leuk, hè? Ja, dat is heel erg leuk. Het is echt wel ook wel een heel grote ramp. Maar dat jullie overal op zijn voorbereid. Ja. Ik niet zeggen? Nee. Shit. Wat voor soep is het? Kalkersoep. Oh, is het echt soep? Ja. Ik dacht dat ik een grapje maakte. Hallo. Dat bedoel ik dus. Dat zijn de 7 kogelkamers. Wat denk jij? Komt dit goed? Nee. Hoe heeft iedereen geslapen? Ik vind het een heel stom toneelstukje. Dus eerst is er nog geen thee. Dus waarom moet ik helemaal stil blijven staan? Nee, dat hoeft dus niet, want die 2 shots zijn onafhankelijk van elkaar. Nee, laat je staan, je vraagt even op thee en dan zet ik hem erin. Nee. Nou, vraag maar. Wil je een kopje thee? Ja, doe maar Earl Grey of zo. Maar ik doe wel even een kopje druk. Ja, die moet even op de piep. Ja, oké. Vertel. Wil je een kopje thee? Ja, doe maar Earl Grey of zo. En dan pak je hem nu gewoon uit. Dank je. Asje. Heel lief. En een kopje thee? Ja, doe maar Earl Grey of zo.